Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, RGB, maakt een historische transformatie mee. Deze transformatie heeft te maken met zowel de logistieke als de administratieve processen binnen het ministerie. Ook is er een automatiseringstraject ingezet waardoor grondaanvragen sneller kunnen worden afgehandeld. Dit deelde minister Roline Samsudien en haar managementteam dinsdag mee in het actualiteitenprogramma Panorama. Onder andere is de afdeling Domeinen en Grondinspectie in een gebouw bij elkaar gebracht en zijn de functionerende afdelingen nauw met elkaar verbonden middels automatiseringssystemen. Zo kan er niet meer langs elkaar heen worden gewerkt, zegt Zaria Enig, waarnemend onderdirecteur grondbeheer. De veranderingen moeten erin resulteren dat de duizenden achterstanden moeten worden ingelopen, benadrukt ook de minister. Traject gestart, maar laat me alvast ook zeggen dat die achterstand er nog is. We zijn dat automatiseringstraject ingestart. En naast het automatiseringstraject hebben we dus ook een andersoortige inlooptraject gestart. En dat betekent dat documenten zoveel mogelijk naar district worden gesorteerd. En uitgaande van datum worden afgehandeld. Een soort FIFO-systeem wordt dan toegepast. Dat betekent dat de oudere stukken eerst worden afgehandeld, alvorens je de nieuwere stukken gaat pakken. En dit inloopsysteem gaan we dus voor de komende periode samen met dat automatiseringstraject. Hoogste prioriteit is natuurlijk de achterstanden inlopen, want er zijn duizenden en tienduizenden. Ik kom daar even in. Ik hoorde al de voorgangers van u zeggen hoeveel duizenden percelen en grondbeschikkingen zijn er uitgegeven. Toch zijn er nog zoveel. Ja, toch zijn er nog veel uitgegeven. Omdat Ik denk dat mevrouw Enig daarop straks gaat ingaan. Het is namelijk zo dat mensen die een erfpacht hebben, die vervalt na 75 jaar. Of zo'n gronduurrecht vervalt na 40 jaar. Andere mensen willen hun terrein delen, verdelen voor hun kinderen. Dan gaat het stuk naar de notaris, van de notaris komt het naar RGB. En die dingen stapelen zich op. Dus meestal zijn de beschikking uitreiking de nieuwe kavel. Ook het Management Instituut GLIS maakt een transitie mee. Directeur Silvano Chonahin zegt dat er momenteel wordt gewerkt naar een punt waar elk perceel in Suriname een eigen identificatienummer, perceel ID, krijgt. Zo'n ID-nummer herbergt de locatie van je perceel, zegt Chonahin. Als je dus kijkt naar de oude kaarten die worden getekend door landmeters, dan staat er een clausule onderin, het perceel groot 500 vierkante meter ten noorden. Normale mensen begrijpen dat niet. Maar juist daarom, vanwege het feit dat er vroeger gebruik werd gemaakt van een omschrijving, was het zo dat er veel fouten werden gemaakt, soms bewust. Soms onbewust. Nu, maar het allerbelangrijkste van een perceel ID is niet per se dat nummer dat toegewezen wordt. Het allerbelangrijkste is dat je een perceel ID krijgt als de uitmeting op moderne manier, volgens moderne standaarden, is geschied. En dat betekent dus dat als u een perceel zou laten uitmeten door een erkende landmeter, dan wordt die landmeter gecontroleerd door het MIGLIS. En als het goed is bevonden, dan krijgt zo'n perceel een perceel ID. In tegenstelling tot vroeger, vroeger was er eigenlijk helemaal geen toezicht op landmeters. Dus alle fouten die werden gemaakt, die gingen vrolijk verder. Maar nu gebeurt dat veel. Directeur Silvano Chonahin van het Management Instituut GLIS, MIGLIS, over de invoering van een perceel-ID.